Welkom bij een boerderij in een rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag gaan we pressure canners inpakken. We zijn nu op het pand waar alle pressure canners straks geleverd worden. Onze Kenmate Presspan 22 Quartz. En vandaag gaan we er een heleboel verzenden. Ik dacht, het lijkt me wel leuk om jullie mee te nemen in dat proces, hoe dat gaat. En dat loopt alweer fantastisch, want we hebben al meteen vertraging opgelopen. Want de vrachtwagen waar ze allemaal in zitten, heeft pech. Dus alles moet uit die vrachtwagen gehaald worden, in andere vrachtwagen overgeplaatst worden. Dus wanneer ze komen vandaag, geen idee. Het had namelijk al helemaal vol moeten staan hier met allemaal dozen. Vandaag worden er 400 geleverd. En over 4 dagen komen er nog 500 aan. Dus we zijn hartstikke druk bezig met alles de deur uit krijgen. Wat we vandaag gaan doen is de tweede ronde. De tweede verzendronde. De eerste ronde is al geweest en alle klanten zijn al voorzien. En nu is de tweede ronde aan de beurt. En ik dacht, misschien is het leuk om jullie even een rondleiding eerst te geven van het pand. Dat het nu nog leeg is. Want straks wordt het een ravage en is alles helemaal vol. En dan staan we hier als een gek te tapen en weet ik veel wat we allemaal nog meer gaan doen. Dit pand is voor ons een tijdelijk pand. We zijn nog op zoek naar een nieuwe loods. Waar we veel meer ruimte hebben en lekker grootschalig alles op kunnen zetten. Maar die hebben we nog niet gevonden bij ons in de omgeving. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar dit is echt een fantastische tussenperiode dat we hier aan de slag kunnen. Dus laten we eens even een rondje gaan maken. Hi, welkom bij mijn MTV Crew. Let's go! Dit is het pand. Zoals je ziet hebben we hier prachtige pallets staan, hier aan de zijkant. Die worden straks allemaal gevuld met onze Kenmates. En die worden dan opgehaald door PostNL. Hier komen straks alle pressure canners te staan. Zet even het statief aan de kant. Dit is de ruimte waar ze dus allemaal komen te staan. De vorige keer stond het tot hier tot vrij hoog vol. En toen hadden we er 200 besteld. Nu hebben we dus het dubbele. Dus we gaan maar hoger stapelen, denk ik. We gaan het zien hoe het gebeurt. En we hebben hier een soort keukeneiland gebouwd met kratjes. Hier gaan we straks op werken. En dan hier bijvoorbeeld met de doos, dan gaan we, want ze moeten opengemaakt worden. Wij hebben namelijk een nieuwe bodem ontwikkeld. Zal ik even erbij pakken. Ze zaten in elkaar. Wij hebben namelijk een nieuwe bodem ontwikkeld voor alle pressure canners. Dus die gaan we erbij leveren. Dus de doos gaat open. En ook als bijvoorbeeld de klant andere dingen bij heeft besteld, zoals een glastang of een trechterset, dan gaat dat hierbij in deze doos. Want dat bespaart de klant en ons weer verzendkosten. Dus het gaat open, dan gaat dit erin, dan gaat een papiertje bij en dan gaan we het leuk allemaal tapen. En dan komen de verzendlabels erop. En dan plaatsen we dus deze dozen op de pallets die hier achter staan en dan stapelen we ze op. Dan gaat er zo'n leuk saran wrap ding omheen en dan kunnen we wachten op PostNL tot ze dus al die pallets van ons gaan ophalen. Dus dat is een beetje het riedeltje. Ik ben al heel druk bezig geweest met het printen van alle labels en opschrijven wat alle orders zijn van de mensen. Ik heb er nu nog een paar dozen staan van de vorige ronde. Dus we kunnen wel beginnen met een paar pressure canners al verzenden. En dan wachten we tot de mayhem begint. En al die andere 400 eraan komen. Maar we beginnen maar met deze. Let's go! De eerste die we vandaag in gaan pakken is voor Monique. En Monique heeft besteld de Kenmate. En die heeft dus de extra bodem gekocht. Dus hier hebben we haar bestelling. Dan begin ik met de doos openmaken. Als dit ding omhoog is. Ja.
Zo. Dan gaat de bodemplaat erbij en hij moet met het folietje omlaag. Dan komt er een A4'tje bij met leuk allemaal uitleg waar de handleiding is en zo en dat soort dingen. Vind je hierop een kortingscode. En iedereen die een Chemmate koopt, die krijgt 10 euro korting op mijn pressure can cursus van Boerderij in Rijtjeshuis. Dus er staat de code op en dan kan je hem 10 euro goedkoper krijgen. Maar die is alleen voor de mensen die een pressure canner kopen. Dus ik ga hem niet met jullie delen. Shh, dat hoort niet. Oké, papiertje erbij. Zo, dan gaat hij dicht. Dan heb ik heel leuk breekbaar tape, want ik wil niet dat de PostNL mensen met ons pakketje gaan gooien en zo. Ik weet niet of dit ze echt tegenhoudt, maar ik hoop het wel. Zo, doosje dicht. En dan, lieve Monique, bedankt voor de bestelling. Je sticker gaat erop. En dan gaan we hem in het hoekje zetten, bovenop de pallet. Yes! Nummer 1! Nog maar 399 te gaan. Snacks! Zoals je ziet, ze zijn allemaal aangekomen. Dus nu hebben we een uur om ze uit te pakken. Dus dat gaan we even doen. It's a wrap! La 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 la.
Zo, we zijn weer klaar. Dit is eigenlijk alweer de volgende dag, dag 2. Gisteren ging echt ontzettend goed. We hebben echt bijna alles in één keer al kunnen inpakken en kunnen labelen. Vandaag zijn de laatste rondes geweest. PostNL is geweest, heeft alles opgepakt. We hebben de bestellingen die in de avond nog binnen zijn gekomen verwerkt. Dus we hebben echt een heleboel gedaan. En de tweede ronde is er dus nu uit. Hartstikke goed gegaan, ik ben heel erg tevreden. Deze week komt ook al de derde ronde binnen. Dus dan doen we dit hele proces weer lekker allemaal opnieuw. Maar tot nu toe ben ik echt verschrikkelijk content met hoe goed alles is gegaan. En voornamelijk gewoon echt in de war over het idee dat zoveel mensen een Kenmate hebben besteld. Dus thank you, thank you, thank you. We zijn er... Oh, sorry, microfoon. We zijn er heel erg blij mee. En ik hoop nu dat alles goed aankomt bij jullie. En dat jullie lekker het hele seizoen veel kunnen pressure kennen. Dus, dat was een beetje de video voor vandaag. We hebben een hoop gedaan. En heb jij nou nog vragen? Stel ze dan gerust. Of wil jij zelf ook een Kenmate bestellen? Dan kan dat, want dan staat hier beneden in de beschrijving de website www.pressurekenning.nl. En ik weet niet of jullie dat horen. Er zijn honden bij de buren. Ze hebben puppies. Vet schattig. Maar die vinden het leuk om heel de dag te blaffen. Dus wil jij een Kenmate bestellen? Dan kan dat. Kijk op www.pressurekenning.nl. En ben jij nieuwsgierig waar al deze pressure canners straks, of de volgende ronde bedoel ik eigenlijk, de volgende ronde als die binnenkomt, hoe dat eruit ziet, abonneer dan op mijn kanaal. Want hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn eigen groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende! Ja, ik zit even te denken, huh? Is dit nou een pressure canning ding? Nee, dit is wel een boerderij in een rijtjeshuis. Oké. Snacks. Ha ha ha.